Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur 's avonds, dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Oké, wat heb je vanochtend gegeten, jongen? Wat heb ik vanochtend gegeten? Ik heb vanochtend, onderweg hier naartoe heb ik een koffie verkeerd gehaald. En een wrap met zalm en spinazie en ei. Als ik dan wat haal bij een benzinestation, dan is de keuze of sausijzen broodjes. Of een wrap, als ik me iets verantwoordelijk voel met in combinatie met een smoothie of iets dergelijks. Maar dat was het ontbijt vanochtend. Mm. En bij jou? Reclame, bulletproof koffie. Ja. Ja. Nee, ik ben weer na 2 weken lang vet eten en veel suiker ben ik teruggegaan naar mijn vast dieet. Dus 's ochtends eet ik niet veel behalve bulletproof koffie. Hmm. En voordat ik naar de studie ging, nog even 3 gebakken eieren en 2 avocado's. Ja, jij moest van Frans weer goed meer eten, hè? Ja, ik moet een beetje de 2500 calorieën aantikken per dag. Valt me wel op dat vaak als je met mensen naar hun voeding kijkt, dat dat een van de dingetjes is waar ze toch wel vaak een issue hebben. Niet zozeer dat ze te weinig, hoe heet dat, ze eten vaak te weinig. Ja, dat deed ik ook. Ja, ja. Te weinig calorieën en dan vulden ze zichzelf in de avond met een snack attack of iets dergelijks. Ja, en dan vul je weer te veel vetten of koolhydraten aan inderdaad. Maar goed. Ja, man. I don't know it either, man. Het blijft altijd een fascinerend onderwerp, dat eten. En de ontwikkelingen staan in dat opzicht natuurlijk ook niet stil. Ik bedoel, dat wat we dachten dat 50 jaar geleden gezond eten was, daar denken we nu natuurlijk heel anders over. Hmm. En in dat kader leek het ons wel weer eens interessant om, we hebben natuurlijk vaker in de podcast gesproken over voeding, om het onderwerp weer eens even aan te tikken en het weer eens te actualiseren. En in dat kader hebben we vandaag in de studio zitten Daan de Wit. Daan, welkom. Hoi. Jij schrijft boeken over voeding. Ik schrijf over voeding vind het inderdaad, wat je zegt, een fascinerend onderwerp, waarin veel is veranderd in de loop der tijd, ja. Ja, maar jij was niet altijd bezig met voeding. Dat is een onderwerp dat heeft jou een pad gekruist. Ja, zo kun je het zeggen, ja. Mijn interesse is eigenlijk omgedraaid van ver weg naar steeds dichterbij. Het eerste wat je dan tegenkomt is je bord. En toen dacht ik in één keer van, wat gebeurt daar? Wat doe ik? Wat eet ik? Uiteindelijk ben je wat je eet, dat is een bekend cliché. Mm-hmm. Dus toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk wel weten hoe dat nou precies zit. Want ik dacht ook gewoon, je gaat in de supermarkt, alles wat daar ligt is goedgekeurd op de een of andere manier. Het zal goed voor je zijn. Mm. En je weet natuurlijk wat je denkt dat je weet. Maar op een gegeven moment dacht ik van nou, toch eens even goed gaan kijken. En toen zocht ik eigenlijk een boek dat goed zou uitleggen aan me. En toen merkte ik dat iedere keer schrijvers of instituten op deze manier wel verbonden waren. Of het is een arts die op een bepaalde manier denkt en al artsenopleiding heeft gehad en dan weinig kennis over voeding heeft. Of het is een iemand van de universiteit die weer gesponsord wordt door de industrie. Of het is iemand en die denkt vanuit een bepaalde wijze. Hè, dus die, of een veganist, een vegetariër of wat dan ook, paleo. Maar dat is een bepaalde hoek. Mm-hmm. Ik wil gewoon helemaal, zeg maar, objectief onafhankelijk iemand horen die dat aan me zou vertellen. Mm-hmm. Dus en dat vond ik niet. Dus toen ben ik het uiteindelijk stukje voor stukje zelf gaan doen. En heb uiteindelijk het boek geschreven wat ik had willen lezen. Ja, ja, dat zit een beetje in jouw aard, dat dingen uitpluizen. Je zei het er net zelf al, joh, ik kom van ver naar heel dichtbij. Want je schrijft boeken, maar niet alleen over voeding. Je bent je carrière wel begonnen als schrijver, als journalist, maar toen schreef je over hele andere thema's. Ja, en later dacht ik, en vroegen mensen me ook wel eens van, wat is nou de rode lijn erin? Of de rode draad? Ja. Is die er wel? Maar volgens mij is die er wel. En dat is namelijk dat ik steeds een beetje achter het gordijn wil kijken. Hoe zit het nou echt? Vertel me nou hoe het echt zit.
En in het begin kon ik mijn ei kwijt via een website. Die heb ik zo'n 13 jaar gedaan. En toen ben ik naar aanleiding daarvan... heb ik dat eerste boek geschreven over Iran. Hoe er een oorlog wordt voorbereid toen de tijd tegen Iran. En hoe Iran zeg maar op de korrel lag. Mm. Vervolgens... was het onderwerp van de Mexicaanse griep. Heb ik me daar helemaal in verdiept. Volgens mij staat echt alles over dat onderwerp in dat boek. En toen kwam het uiteindelijk nog dichterbij, zeg maar dat bord. En toen was er die voeding. En toen was dat toch minder eenvoudig dan ik had gedacht. Als je nou alle tijd, want ik heb het een beetje tussendoor gedaan, bij elkaar optelt, ben ik er echt wel 2 jaar mee bezig geweest. Ik heb wel 40 pagina's met voetnoten. Mm-hmm. Omdat ik wist dat als ik iets vertel... Dat had ik al eerder geleerd, wat een beetje tegen de stroom ingaat. Dan moet ik wel heel goed beslagen ten ijs komen. Wil het overeind blijven. Dus ieder onderwerp bekijk ik echt van alle mogelijke kanten. Zodat ik het echt kan beheersen, zou ik maar zeggen. Ja, dat begrijp ik. Je zegt daar iets. Op het moment dat je een controversieel onderwerp aanraakt, moet je goed beslagen ten ijs komen. Daar maak ik op dat je op je boeken De Volgende Oorlog was het. Het boek over de aanval op Iran en dossier Mexicaanse griep. Daar ben je op weerstand gestuit? Nee, maar ik ga van tevoren al uit, bij wijze van spreken, van weerstand. Of de mensen die proberen de stoelpoten onder me vandaan te zagen. Dat ik al ga denken van, wat gaat iemand zeggen? Wat kan iemand denken? Dus als ik een bron citeer, dan moet ik al weten... of die bron solide is en hoe die bron in het verleden is aangepakt. Wat de kwaliteit is van het onderzoek dat ik aanhaal. Dat ik gewoon iedere keer bedenk van wat kan er gebeuren als iemand daar iets tegen wil inbrengen. Hmm. Dus daar hou ik van tevoren rekening mee. Dus zo verdwijnt ook heel veel informatie, want die is gewoon niet sterk genoeg. Ja. Wat was het eerste wauw moment waarvan je dacht van hoe kan dit? Bij het uitbrengen van dit boek. Wat betreft de reacties? Of Je ging onderzoek doen. Waarvan je denkt van, nou, dit wist ik niet. Zoveel dingen. Maar een van de dingen was bijvoorbeeld... je had het net over vet eten. Maar dat vette eten, dat vond ik echt heel apart. En dat het dus ook lekker is. En dat we dat in het verleden eruit hebben gehaald. Dus ik ben helemaal terug gaan kijken van... waar is dat in het verleden nou misgegaan? Welke afslagen zijn er genomen? Wie heeft dat gedaan? Hmm. Welke commissies? Welke rapporten? En inderdaad, toen zag ik, dat was eigenlijk een soort boog die ik heb ontdekt, al researchend. Dat is ook de ondertitel geworden van het boek Gezond Eten op basis van de oudste kennis en de nieuwste wetenschap. Die oudste kennis is volken die al duizenden jaren hebben bewezen gezond te kunnen eten. Wat is hun geheim? Daar is onderzoek naar gedaan in de tijd dat dat nog kon. Pak een beetje 80 jaar geleden kon je nog de hele wereld over. Op zoek naar volken die nog niet in aanraking waren geweest met de toen opkomende voedingsindustrie. Ik citeer ongeveer 10 mensen die dat gedaan hebben, de hele wereld over gegaan. Eentje die valt heel erg op, die heet Weston Price, daar heb ik een heel hoofdstuk aan gewijd. Die is op 14 plekken geweest in de wereld. Op sommige plekken is hij niet geweest. Hij is niet in China geweest en niet in India. Dat zijn natuurlijk gigantische delen. Hij was natuurlijk ook maar alleen. Ja. Maar hij deed wel zijn eigen onderzoek, hij financierde dat ook zelf. En hij zag dat iedereen totaal verschillend at. Want een Eskimo eet natuurlijk heel anders dan een Maasai of een Maori of een Aboriginal. Of iemand voor de kust van Schotland of in een afgelegen bergdorpje. Maar de overeenkomst was dat die mensen hele grote hoeveelheden vette vitamine en mineralen tot zich namen. En dat vond ik interessant, want er was dus wel iets wat die mensen samenbracht. Ondanks dat ze zo verschillend waren. En wat ik nog interessant vond, was dat, dat is het andere deel van die ondertitel, de nieuwste wetenschap. Is dat die nieuwste wetenschap dat weer bevestigt. En dat is een soort boog. En dat we daartussenin, dat is de huidige tijd waarin we nu zitten. Mm-hmm. En dat zie je dus ook terug in de cijfers. We worden dik en ziek. Want we maken te weinig gebruik van die oudste kennis en te weinig gebruik van de nieuwste wetenschap. Mm. Ja, die Weston Price, daar ben ik wel eens vaker op teruggekomen hier. Dat is die man die ook onderzocht waar in gebieden waar bijvoorbeeld stammen alleen maar plantaardig aten, hoe dat ze dan toch aan die vetten kwamen en dat ze speciaal voor de zwangere vrouwen dan heel ver gingen lopen dagenlang om vis te vangen en juist die vetste onderdelen eruit haalden. Zwangerschap was heel belangrijk, want dat was natuurlijk het voorbestaan van de groep of de stam of het volk. Ja. Dus er werd heel veel aandacht aan besteed. Hij vertelt ook over volken die, waarvan zo'n koppel dan zei van we vinden hem leuk, we willen verder. Zeggen ze, oké, prima. Want ze wisten, na een huwelijk komen de kinderen.
huwelijk uitstellen tot in de lente. Want in de lente is er nieuw gras en die koeien die leveren dan betere melk. En dat is dan een betere start. Sterker nog, je ging eigenlijk al voor dat je aan de conceptie begon, al in een soort programma, werd ook de man helemaal volgestopt met alles wat goed is, wat die stam in de omgeving kon vinden. Dat wisselt enorm, want voor die kust van Schotland was er vaak niet zoveel te vinden. Op het land, maar wel natuurlijk in de zee. En soms was het weer andersom, dan was er op het land weer meer te vinden. Maar wat die groep dan ook kon vinden, daar werd het toekomstige echtpaar helemaal mee volgestopt. En dan kwam er het kind. En dan moest die vrouw weer herstellen, mocht pas 3-4 jaar later weer aan het tweede kind beginnen. En ging veel van die energie ook in dat kind, om dat goed sterk te laten worden. Die Weston Price zei, we hebben allemaal een soort blauwdruk meegekregen. En de truc is om die blauwdruk eruit te laten komen. En dan heb je gewoon veel nodig. Ja. En dat is zelfs nog na het boek weer bevestigd. Begon ik voor een blad te werken, heet Life Unlimited. Met de website lifeunlimited.nl. En toen heeft een van onze mensen iemand geïnterviewd. Een 80-plusser, doet nog elke dag onderzoek. Bruce Ames. En die bevestigt ook grote hoeveelheden input eigenlijk, zou ik maar zeggen, is wat je nodig hebt. En wij zitten vaak met onze manier van kijken vaak aan de minima, de ADH, de algemeen dagelijks aanbevolen hoeveelheid. Ja. Bij vitamine C is dan de bedoeling dat je geen scheurbuik krijgt. Maar mij interesseert het niet om geen scheurbuik te krijgen. Ik wil weten niet wat het absolute minimum is, dat je nog net kan overleven, maar wat het absolute maximum is. Ja. En ik merk bijvoorbeeld met als ik verzwakt ben met een griep of zo, dan kan ik echt minimaal wel de dubbele hoeveelheid vitamine C die ik normaal aan kan ik aan. Mm. En dat merk je, want dat heeft te maken met de darmtolerantie. Dat kunnen je darmen normaal gesproken gewoon niet aan, veel vitamine C. Maar als je verzwakt bent, dan heeft het lichaam dat allemaal nodig. Mm-hmm. Dat is al een teken van een beetje hoe dat werkt. En die Weston Price die had dat goed door. En hij zei, op die manier kan die blauwdruk eruit komen. En hij liet ook foto's zien. Ik heb ze ook opgenomen in het boek. Van mensen die in de stam bleven en die hadden mooie rechte koppen, waar het gebit ook goed in uit kan. Dan kan je goed bijten en dan heb je een goede afwikkeling van de tong. Het heeft allemaal weer invloed ook op hoe je ademt, hoe je slaapt. Je moet ook slapen met je mond dicht. De hele dag door, als je niet praat, ook zoveel mogelijk je mond dicht. Heel veel mensen kunnen dat tegenwoordig niet eens meer. Waarom is dat, als ik vraag mag? Waarom moet je mond zoveel mogelijk dicht houden? Nou ja, dat heeft allerlei redenen. En dat heeft uiteindelijk ook te maken met de gelaatsstructuur. En hij zag dus die mooie rechte koppen. Dat was zeg maar, daar was de blauwdruk dan goed uitgekomen. Maar sommige mensen die gingen ook toen al de stam uit naar de toen 80 jaar geleden steden. En die gingen daar vaak ook blikvoer eten en, witmeel. Als die dan weer kinderen kregen, dan zag je dat gewoon terug in het gelaat. Hè? Dat werd wat smaller, wat dunner. Maar als die kinderen weer terug de stam in gingen, dan ging het in de volgende generatie alweer goed. Ja. Dus het kan heel snel fout gaan, maar het kan ook heel snel goed gaan. Ja, het zelfregulerend systeem inderdaad. Wat jij zei over die gelaatstrekken en zo, of de stand van het gezicht, bijvoorbeeld de kaak, daar zit heel veel spanning op. Ja. Er zullen heel veel luisteraars nu zijn, als ik nu zeg, is je voorhoofd ontspannen? Dat heel veel mensen zo zitten te luisteren. Mm-hmm. En dat ze denken, hey, het is gewoon continu aangespannen. Als je zit te luisteren, Wigge trekt zijn wenkbrauwen op, terwijl hij dat doet. Ja, je hebt gewoon, nou, maar sommige mensen zitten gewoon continu of met een gespannen kaak, of is je kaak ontspannen, terwijl je dit luistert. Heel veel mensen zitten met continu spanning op hun gezicht. Ja. En achter bij elkaar komt dat wel allemaal samen in je zenuwstelsel. En gaat dat door naar de rest van je lichaam. En hetzelfde als je krom loopt of wat dan ook, dan kan je energie niet lekker stromen. Ja. Dus, ja. Heeft dat ook niet iets te maken met waar je tong houdt, aan de bovenkant van je gehemelte? Als je je energie volgens de Oosterse methode en vele anderen waarschijnlijk ook goed te laten stromen, dan doe je tong licht tegen de bovenkant van je gehemelte. Ja. Dat is een soort natuurlijke ligging. Maar bij veel mensen ligt die op de bodem. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, en nog even terug naar wat je zei over de hoeveelheid om de blauwdruk zeg maar maximaal te manifesteren, zeg maar. Want dat is wat je zei, hè? En je had het net over vitamine C. Hoe verhoudt zich dat tot de hoeveelheid die je eet? Want je hebt het hier over bijvoorbeeld de minimale dosis vitamine C die is aanbevolen. Nou, dat kun je maximaliseren, daar kun je boven gaan zitten. Maar om dat op een natuurlijke manier zonder supplementen te doen, moet je ook meer gaan eten dan. Hoor ik je ook zeggen dat je meer moet eten als dat de meeste mensen nu doen?
Je hoort mij voornamelijk in het boek spreken over kwaliteit. Kwaliteit van eten, ja. Kwaliteit is belangrijk. En dan hebben mensen, denken bij mensen bij kwaliteit snel aan biologisch. Maar dat, ik heb het bijna niet over biologisch. Dat vind ik, dat zijn voor mij al de details. Mm. Ik heb het over grote stappen snel thuis. En daarna, dan zit je al meer achter in het boek, komen de details. En zeg ik, ga nog eens kijken wat goed bij jou past. Ga eens kijken naar paleo. Is dat niet iets voor je? Mm. Wat kan raw voor je doen? Kijk eens naar Ayurveda. Mediterraan. Maar de grote stappen snel thuis zijn bijvoorbeeld dat je ook heel veel dingen weglaat. En dat is eigenlijk vaak veel modern voedsel. Laat je al weg. Als je dat doet, maak je al een enorme stap in de kwaliteit. En vervolgens kan je kiezen voor kwalitatief goede voeding. En dan zit je inderdaad vaak in die vetten, waar dus de vetoplosbare vitamines al in zitten. Mm-hmm. En heb je het bijvoorbeeld over zalm of goed vlees of over avocado, over dat soort dingen, over eieren. Mm. Ook rauw ei geheel, maar ook gewoon een ei überhaupt. Of meerdere eieren per dag. Ja, rauw ei eten. Ik heb het de tijd moeten doen van ome Noël destijds. Is dat iets wat je aanbeveelt? Het is wel een detail. Maar ik vond het wel een grappig detail. Wat ik wel eens doe, is dat als ik groente bak, dan tik ik een eitje erboven en dan eet ik het eigeel rauw op en het eiwit bak ik mee. Oh, oké. Okay, yeah. Maar nogmaals, het is een detail. Je kan beter met die grote stappen denken in termen van, ik voeg aan mijn roerbak groente de gelatine toe die ik eerder heb gemaakt door een bouillon in te laten dampen. Ja, juist. Ja, zo'n bouillon, daar kan je een kippenbouillon kan je soep van maken. Als je elke keer kip eet, dan gooien we het belangrijkste weg van die kip. We eten het vlees om, maar het belangrijkste gooien we weg, het botje. Als je al die botjes iedere keer verzamelt en je vriest ze in, en je hebt op een gegeven moment een grote zak en je doet die zak ijskoud in water en je zet dat ongeveer 10, 20, voor mij wordt 30 uur op. Op een gegeven moment worden die botjes dan ook zacht, kun je ze doorknippen en kan het merg er goed uit. Meen je dit? Dan vis je op het laatst die bordjes eruit. Je kan nog, als je een groente variant van wil maken, stop je er wat groente in. Wat er dan gebeurt, is dan is er in de tussen die gelatine helemaal losgeweekt. En dan hebben we het dus over collageen. Collageen, het grootste deel van je huid bestaat uit collageen. Als je 60 bent, heb je nog maar de helft van je collageen als toen je 25 was. En dat zie je dus ook aan de huid van 60'ers. Ja. Die maakt die soep. Je maakt die bouillon, dan kan je, laten we het voorbeeld nemen van dat je gewoon die soep eet. Je kan hem testen door die pan in de koelkast te zetten een nachtje. De volgende ochtend, ik heb het gedaan met gevaar voor eigen keuken. Dan pak je die pan op en dan keer je die pan om. En dan blijft die hele soep, dus 4-5 liter, blijft er gewoon in zitten. Die is helemaal gejellificeerd, zou ik maar zeggen. Daar kan je dikke plakken van snijden, heb ik ook gedaan. Die kun je gewoon vastpakken en dan kan je heen en weer schudden. Dat wordt ook zo weer zacht, dus je kan het op het vuur zetten en dan wordt het weer zacht. Ah. Wat je ook kan doen, dat is natuurlijk voor een groot deel water. Je laat het indampen tot ongeveer 5, 6 centimeter. Dat is dan, ja, dat is echt, zeg maar, pure gelatine. Dat zit bomvol met collageen. Dat doe je in ijsblokjesvorm. Ik heb uiteindelijk de goede vormen zijn van de blokker, want die hebben een zachte onderkant. En dan kan je het er weer uittikken, want als het echt keihard wordt, dan is het heel moeilijk om die blokjes eruit te halen. Dus met een zachte onderkant, dat is het makkelijkste. En dan maak je gewoon heel veel van die blokjes. En die doe je in de vriezer. En iedere keer als je gaat koken, dan tik je een paar van die dingen erbij, want je hebt niet heel veel nodig. Om een bijdrage te leveren aan je lichaam. Waar ik iedere keer bij het boek terugkom, is de natuur. Dit is natuurlijk heel bazaal. Hè? Dat deden de Indianen ook die door Western Price waren bezocht. Op een gegeven moment zag je een hele grote berg liggen met allemaal versnipperde botsplinters. Toen dacht je ook, wat is daar gebeurd? En toen bleek dus inderdaad dat ze die botten echt totaal hadden opgebruikt. Mm. En daarom zeg ik ook, het belangrijkste deel van een koe of een kip zijn de botten. Mm. Maar toch is er één ding wat er voor mij uitspringt, een verbetering die de techniek heeft gemaakt op de natuur. En dat is met betrekking tot dat collageen. Je kan het dus doen zoals ik net beschrijf, met die blokjes toevoegen. Een soort gelatine, een soort bouillonblokjes. Maar de techniek die daarna er weer is op toegepast, is dat ze de enzymen waar het collageen, die gelatine uit bestaat, kunnen ze dan opknippen op de een of andere manier. Ze drogen dat in. Volgens mij is het een soort vriesdroogtechniek. Ze knippen dat op de een of andere manier op. Natuurlijk niet met een schaar, maar ze knippen die enzymen op. Mm. En dan ontstaan er collageenpeptides. En dat kan je gewoon in de winkel kopen, collagen peptides. En dan heb je weer, er zijn geloof ik al 15 verschillende soorten collageen. Vaak wordt het verkocht per 1 en 3, type 1 en 3. Dat is dan voornamelijk goed voor de huid en ook voor de botten. En je hebt ook type 2, dat is voornamelijk goed voor de botten en ook voor de huid.
En daar heb je dan weer varianten van, gebaseerd op varken of kip of vis. Dus je moet er wel mentaal even overheen. Maar ik ken ook mensen dat die... Ik ken bijvoorbeeld een veganist. Die had op een gegeven moment een enorm knieprobleem. Want die had een auto-ongeluk gehad. En het hield maar niet op. Dus die bleef veganist. Maar die heeft toch, ja, want het is poeder, een soort mentale stap gemaakt. En uiteindelijk die visgelatine genomen. En dat helpt enorm voor je kniegewrichten. Zeker. En het is dus ook goed voor je huid. Ik zag het ook bij mijn eigen huid. Het begon pas na 5-6 weken te werken, maar het leek wel of die poriën verstrakten. Ja, ik zit net naar je huid en naar je haar te kijken. Ik denk, je bent wel, het ziet er goed uit, strak uit. Dus misschien ligt het aan collageen. Dat moet het wel zijn. Gebruik jij collageen? Ik gebruik geen collageen. Ik weet dat ik het moet gebruiken, maar... Maar wat ik wel gebruik is MCT-olie als huidproduct. Misschien dat dat ook soortgelijke voordelen biedt. Mm. En ik weet dat... mensen die veel avocado's en dat soort dingen eten, en dat is misschien wel een ander soort vet, maar het zit een beetje in dezelfde lijn, die schijnen ook beter, hun huid schijnt beter oud te worden, dus strakker en jeugdiger te blijven. Nou, die vetten, ook bijvoorbeeld visolie neem ik ook, dat zijn ook goede vetten, waardoor alles wel wat soepeler loopt. Ja, die vetten, dat vond ik, dat was eigenlijk je initiële vraag, van wat was er nou zo'n eieren was volgens mij het ding toch, waarmee je... Jij zei van, wat viel je nou op? Maar dat waren bijvoorbeeld die vetten. Dat viel mij dus echt op, dat je dus kan afvallen door vet te eten. Mm. Kunnen we het even... Ik ben nu zelf zo ver afgevallen dat ik echt moet gaan nadenken van, hoe kom ik weer aan? Ja. En toen ben ik dus gewoon nog harder gaan sporten. Want ik dacht, ja, dan kom je tenminste aan via spiermassa. Mm-hmm. Want op een andere manier kom ik niet aan. Nee. Omdat ik dus juist vet eet. Want het grappige van het vet eten is, je raakt er sneller van verzadigd. Het geeft energie. En meer heb je dan niet nodig. En dan kom je uiteindelijk op een soort natuurlijk gewicht. Dus ik zat gisteren te trainen. Ik zat ook gisteren te trainen in de sportschool. Maar dan zie je allemaal dikke mensen enorm hun best doen. Terwijl je eigenlijk denkt van, jongens, jullie hebben helemaal geen zin om te sporten. Want die mensen hebben gewoon weinig energie. Want veel van hun energie is opgeslagen in die vetcellen. Kunnen ze helemaal niet eens bij. Mm-hmm. Ga gezond eten. Een route naar gezond gewicht loopt via de keuken. Via de keuken en dan de sportschool. Niet andersom. Ja. Sport is natuurlijk nooit verkeerd, maar... Ik heb nog even een vraag over dat collageen. Hè? Je had het net over die vriend van je die aan het herstellen was, veganist. Heb je onderzoek gedaan naar vegetariërs en veganisme in je boek? En in verhouding tot het eten en kwaliteit van eten? Nou, dat is eigenlijk andersom. Uiteindelijk focuste ik dus op die wat oude volken, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Omdat ik dat op zoek was naar het geheim en het ontdekte via die Weston Price en die andere onderzoekers die ik ook citeer. Maar bijvoorbeeld die Weston Price, die kwam in al zijn reizen over de hele wereld eigenlijk nooit vegetariërs tegen. Mensen aten op de een of andere manier altijd wel iets, al was het maar een ei of melk, waar het vegetarisch. Want die waren natuurlijk ook niet ideologisch gedreven. Hè? Want dat is wat hier vaak aan de hand is met vegetariërs en veganisme. Ik ben zelf 15 jaar vegetariër geweest. Ik snap dus heel goed waar iedereen vandaan komt wat dat betreft. Ik deed het ook omdat ik dacht dat het goed was en goed voor de dieren, et cetera. Maar veel mensen zijn wat dat betreft ideologisch gedreven. En willen niet bijdragen aan de bio-industrie. Maar ik draag ook niet bij aan de bio-industrie. Want ik eet wel vlees, maar niet veel. Maar wel van goede kwaliteit en biologische afkomst. Mm-hmm. Dus ik draag ook... Dat is volgens mij de denkfout in Cowspiracy. En veel van dat soort documentaires. Die zeggen, ik wil niet bij... De bio-industrie is zo verschrikkelijk. We moeten stoppen met vlees. Nee, dan vergeet je de tussenstap. De tussenstap is biologisch verantwoord vlees. En ook op een nette manier met die beesten omgaan. Mm. Want de bio-industrie is ook rampzalig. Daar mag je ook helemaal niet aan bijdragen. Het gemak waar mensen zomaar in de winkel dingen in hun karretje gooien is... Die weten echt niet wat ze doen. Maar wat die Weston Price ook al goed had... en wat jij nu ook zegt, wij zijn heel erg ideologisch gedreven. Over heel de wereld zijn mensen gewoon omgevingsgedreven. Je bent gewoon geboren in een bepaalde omgeving... Dus je eet bepaalde planten en als er weinig vlees is... dan eet je voor 90% of 95% planten... en af en toe een keer een stuk vis als iemand dat gaat halen. En ik heb het zelf aan de lijf ondervonden in de jungle in Brazilië... waar de vismaaltijd soms een visje te grootte van je hand was. En daar zaten we met 5 man aan te kluiven. Ja. En het was een tractatie.
Ja. Dus, en dat was vroeger ook de realiteit. Want ze aten niet achter elkaar vlees. Want die ene keer dat er een buffel werd geschoten, was iedereen hartstikke blij. En dat was misschien een uitzondering. Ja, dan komt het mooi. Hè? Als ik bijvoorbeeld bij de Indianenstam waar ik ben geweest, dan werd er soms uit een koe geslacht. Maar een koe in de jungle bewaren, die gaat niet in de vrieskist. Dus die koe die is veel te groot voor die 10 mensen of die 50 mensen zelfs van die stam. Die hebben één avond eten. Je kan het niet bewaren, want er komen anders larven in en dingen in. Dus het moet binnen een dag moet verspreid worden naar alle dorpen eromheen. En ja. Weet je, dat is echt een no supermarket there, man. Nee. En had je in, dat doet me denken aan een scène uit Schotland in het boek, The Passing of the Bones. En dan ging door het hele dorp, gingen die botten van zo'n koe, ging het hele dorp door. Want gezinnetje 1 ging daar een bouillon van trekken. En daarna gezinnetje 2. En bij gezinnetje 10 was hij misschien op. Ik ben op een gegeven moment, na 4, 5 keer, heb ik nog gelatine, collageen, hoe zeg je dat? Kunnen trekken van botten. Dat kan je meerdere keren achter elkaar doen. Ik stond gewoon in het vriezer. Zo'n kniestuk van een koe stop je gewoon in de vriezer. En dan ga je volgende keer weer verder. En je ziet de kwaliteit, het wordt steeds minder. Maar er komt wel wat af. The passing of the bones. Ik durf eigenlijk te zeggen dat ik veel te weinig collageen binnenkrijg als ik dit zo hoor. Uh-huh. Ik zou ook niet eens weten waar je het uit. Waar kan je nog meer collageen vandaan? Het komt puur uit botten, toch? Dat is het enige. Ja, ze maken al die dingen ook van botten en van visgraten. Ja. Dan haal je het niet uit je visolie? Nee. Nee. Nee, ik haal het dus uit die twee bronnen, uit mijn eigen bron en uit die collageenpeptides. Ja. En daar experimenteer ik dan mee. Dan doe ik de ene keer de ene soort en de andere keer de andere soort. En dan kijk ik hoe dat na 5, 6 weken werkt. Het wordt een nieuw Nutrofit product, zie ik. Ja, inderdaad. Ja, maar het is gewoon. Over botten, hè? Want we hebben het nu over een broth van maken. Dus een bouillon ervan trekken. Ik heb ook wel eens een keer iemand horen zeggen die sprak met mensen uit, ik geloof Afrika, en die waren ook aan het eten. Die aten gewoon nog hele stukken van het bot op, zoals knars en dat soort dingen. Yeah. En van die dingen die wij, die spugen we uit. Yeah. Die eten zij gewoon op. Yeah. Hele stukken. Zit daar nog een haal je er ook zo collageen uit? Dus als ik nu mijn spareribs eet en ik kluif volgens dat bot op, ben ik dan collageen aan het consumeren? Of ben ik dan iets heel doms aan het doen? Ik weet ook dat paleo mensen die eten ook op het bot. Ik ben op een gegeven moment ook verder gegaan. En met kippenbotjes, die zijn natuurlijk wat dunner en kleiner. Kan je een kleine stap maken door als je dat heel lang laat staan. Kijk, eigenlijk is het na 6 uur al goed. Maar als je het 20 of 30 uur laat staan en 's avonds ga je gewoon naar bed, doe je de deksel erop, volgende dag ga je weer verder. Yeah. De natuur legt er dan ook een heel mooi vetlaagje op, ter bescherming bijna. En de volgende dag ga je weer verder. Dan ben ik het op een gegeven moment een beetje gaan prakken, die botten. Het verdwenen eigenlijk bijna alle botten. Echt de hele grote harde stukken. Maar dat waren eigenlijk helemaal niet zoveel. Mm. Die heb ik er dan wel uitgevist. En alles werd eigenlijk heel klein. Kortom, die bouillonblokjes die ik er toen van gemaakt heb, die bevatten ook hele kleine stukjes bot. Heb ik gewoon allemaal opgegeten met het idee van het zal wel goed zijn. Super voedzaam. Ik snap alleen echt wel, als je vegetariër, veganist bent en je hoort dit. We zijn ook vanuit het perspectief van de kip wel echt monsters. Ja, botten prakken. Ja, maar ik zit hier wel te kijken naar. Hier zit bijvoorbeeld een blog met deze 11 voedingsmiddelen geven jouw collageen een flinke boost. Dus bijvoorbeeld witte kool of avocado zit er ook in. Okay. Avocado zorgt ervoor dat je collageenproductie verhoogt. Dus rood fruit, rode groenten, bonen, vis, knoflook, wortels, citrusvruchten, lijnzaad, dikke donkere bladgroenten en soja. Soja ook. Soja bevat namelijk het planthormoon genistine. Dit hormoon zorgt ervoor dat je collageen toeneemt. Het versterkt de huid, blokkeert ook nog eens de enzymen die normaal gesproken de huid verouderen. Maar dit is maar één idee, één onderdeeltje. Maar het hele concept is eigenlijk gewoon eigenlijk terug naar de natuur. Ja. Simpel gezegd. En als je daarop doorgaat, toen kwam ik ook op dat onderwerp bijvoorbeeld van hart- en vaatziekte, hoe dat dan komt. Het hoofdstuk over cholesterol open ik met de scène van mijn vader die gewoon bijna dood was doordat hij allemaal was dichtgeslipt. Was een heel klein deel van één van de slagader was nog maar open. Ja, was gewoon bijna dood. In een ander tijdperk was hij gewoon echt doodgevallen. In het andere tijdperk zou je ook kunnen denken, was het misschien niet zo ver gekomen. Ja. Ja. Want hoe komt het dat mensen dichtslippen? Ja, er wordt al heel snel gekeken naar, laten we zeggen, de plaatsdelict. Je treft daar de vettigheid aan, dat cholesterol. Maar dat is niet de dader. Daarom heet het hoofdstuk ook, cholesterol is als de brandweer. Geef bij brand de brandweer niet de schuld. Als je iedere keer bij een brand de brandweer ziet, dan kan je op een gegeven moment gaan denken, hey,
Misschien het verband tussen de brand en de brandweer. Ja. Ja, maar die brandweer komt juist de boel blussen. En dat is ook zo met die cholesterol. He, dat is een soort reddingsmechanisme. Wat de beschadigingen in de slagaderen probeert op te lossen, probeert te fixen. Ja. Als wij iedere keer het probleem blijven aanzwengelen. In het geval van mijn vader was het veel zoetigheid. Dus veel snelle koolhydraten. Ja, hoe zorgt dat voor een beschadiging dan? Nou, dat zorgt voor irritaties. Oh, okay. Uiteindelijk is het probleem van die hart- en vaatziekten zijn de irritaties. En soms zijn er zelfs medicijnen, bijvoorbeeld statine-achtige medicijnen, die dan toch werken. Maar waarom werken die? Omdat die ook als soort bijwerking een ontstekingsremmende functie hebben. Dus uiteindelijk gaat het om het voorkomen van die ontstekingen. En hoe doe je dat? Dat doe je dus door minder van die snelle koolhydraten te nemen. Zorg ervoor een goede balans tussen je omega 3 en omega 6. Daar heb ik ook een heel hoofdstuk over geschreven. Omdat ik ook dat maar rare termen vond. Omega 3, omega 6. Hoezo balans? Waarom is dat belangrijk? Dat zijn allemaal dingen die kunnen bijdragen aan een gezonde... Nou, je hoort het vaak, wat je net zo ontsteking hebt. Ik kwam even niet op het Engelse woord, maar het is inflammation. En dat hoor je vaak. En dat bij Joe Rogan en gluten en al dat soort dingen kunnen ook echt heel erg zorgen voor ontstekingen. Gewoon door je lichaam. En dat is dus ook gewoon ontstekingen inderdaad in je bloedvaten en dat soort dingen. Ja, en tegenwoordig wordt er steeds meer gedacht dat veel moderne welvaartsziekten in de kern ontstekingsziekten zijn. Dus we moeten op de een of andere manier die ontstekingen tegenhouden. Dus ik zie suiker ook steeds meer. Het blijft een eeuwige strijd, want ik ben van nature echt een suikerliefhebber, een zoete kou. Dat is gewoon van nature ingeslopen. De appeltaart van mijn moeder, et cetera, Roosje vroeger. Maar nu begin ik het steeds meer te zien als iets dat mij veroudert. Dus dan denk ik bij een stuk taart, denk ik van ja, lekker. Maar het gaat ook bijdragen aan mijn veroudering. En inmiddels ben ik zo oud. Ik ben over een paar dagen word ik 48. Dan denk ik van jongens, ik moet die veroudering tegengaan. Want dat is de verkeerde kant op. Wat is het in de interacties die suiker in je lichaam heeft, dat het zorgt voor die irritatie? Of sowieso een bepaald eten zorgt voor die irritatie. Heeft dat ook te maken met het insuline bijvoorbeeld? Want ik heb ook wel eens begrepen dat als het gaat om ouderdom, dat insuline is ook een van de... zeg maar, ja, een van de bijproducten die zorgt voor een stukje schade en die ook kan zorgen voor irritaties en een stukje ontstekingen. Ja, kijk, we eten gewoon te veel suikers als je het vergelijkt met hoe je het op een natuurlijke manier kan binnenkrijgen, hoe dat vroeger ging. Hmm. Op een gegeven moment zijn we ook de vrucht gaan hacken, want vroeger kregen we natuurlijk ook suiker binnen en glucose en fructose door vruchten. En dan was het ook nog maar een deel van het jaar, want dan stonden er bomen in bloei en waren er appels te krijgen. Ook is het nog eens een keer zo dat moderne Elstar, bij wijze van spreken, die is gekweekt op zoetigheid. Dus de moderne appels die we vinden, zijn al niet meer te vergelijken met vroeger. Mm. We hebben nu fruit het hele jaar door. En we zijn de vrucht op een gegeven moment gaan hacken en dan zijn we het suiker uit de vrucht gaan halen. En dan ook nog eens een keer de fructose, die nog weer voor het lichaam harder aankomt dan de glucose. Mm. Tafelsuiker is voor de helft glucose en voor de andere helft fructose. Wij zijn die fructose eruit gaan halen en op een gegeven moment overal aan gaan toevoegen. Ik zag een keer zo'n film, Dead Sugar Movie of Dead Sugar Film of zo. En dan zie je een scène van de supermarkt en dan halen ze overal uit de schappen de producten weg waar suiker aan is toegevoegd. Nou, dan blijft er niet veel over. Nee, nee. Dus je moet zelf als een soort jager-verzamelaar eigenlijk door de supermarkt heen en goed kijken. En dan veel meer kijken met de blik van je lichaam. Wat wil mijn lichaam? Mm. Dus we kijken vaak met ons misleide verstand, omdat we denken te weten hoe het moet. Of we kijken met, omdat we ter plekke honger hebben. Of we kijken met onze verslaving, onze suikerverslaving. Je moet veel meer kijken met de blik van je lichaam. Wat is goed voor je lichaam? Daarom heet het boek ook Weet wat je eet. Want als je ten diepste snapt hoe het werkt, wat er gebeurt als je het opeet, dan ontstaat vanzelf de motivatie. En dan is het ook niet zo moeilijk om goed te eten. Plus, het grote voordeel is dat je op deze manier ook lekker kunt eten. Ja, toch denk ik dat die suikerverslaving waar je het over had, die is echt zo sterk bij ons. Mede inderdaad door je jeugd. Maar we hadden hier mevrouw Bibian Mentel heeft 8 keer kanker gekregen. En die vertelde hier letterlijk, ik weet dat ik geen suiker moet eten. Mm. Want het zet mijn lichaam inderdaad, wat jij zei, het veroudert je lijf. Ze zegt ook, ja, maar zeker bij kanker moet je geen suiker. Ze zegt ook, mijn lichaam komt dan in een soort staat waarin het gedijt. Ja. Maar ik kan het niet laten staan. Want wat jij zegt is, joh, als je het bewustzijn maar hebt, dan wordt het makkelijker. Maar zelfs al ben je een topsporter en weet je het, dan is het natuurlijk doet ze het wel veel minder als dat ze het zou willen. Dus ze past haar gedrag wel aan. Maar dan alsnog,
Is het zo moeilijk om het te laten staan? Ja, is moeilijk. Zit heel diep. Ja, plus als je het één keer eet, dan zwengel je het gewoon meteen maar aan. Ik kan dat ook, kan 6 weken niet doen. Dan denk ik, nou, chocoladereepje. Zo'n Tony Chocoloni ding, karamel, chuchu. Ja, die is het gevaarlijkste, van Tony Chocoloni. Die dan bij Albert Heijn liggen zo, net voordat je af gaat rekenen. Als je om 6 uur s'avonds honger hebt en je gaat boodschappen doen. En dan merk ik gewoon, ik had de afgelopen 2 weken weer zulke weken. Mm-hmm. En dan rijd ik gewoon langs de supermarkt en denk ik, ja, ik ga nu gewoon die zak chips halen. Ja. Weet je, en er zijn bij die fabrikanten er allerlei trucs. En ik beschrijf ze ook in het boek. Die worden toegepast om ons te verleiden tot meer te eten. Reclamecampagnes, maar ook dingen zoals Bliss Point. Dus precies wordt berekend van hoe ver je iemand moet krijgen. Maar niet eroverheen, want dan is hij verzadigd en dan stopt hij. Totdat hij blijft eten. Bliss Point heet dat. Howard Moskowitz heeft dat uitgevonden. En wat is Bliss Point? Is dat een ingrediënt of een methode? Of dat is een methode, waardoor je dus kan bepalen. Hij heeft het bijvoorbeeld gedaan, vertel ik in het boek, over bij Dr. Pepper. Mm. Heeft hij precies voor elkaar gekregen hoeveel van de actieve zoetstof erin moet om te zorgen dat iemand blijft drinken. Want als je er te veel in doet, dan heeft hij genoeg gehad en dan stopt hij. Dat is dus niet de bedoeling, want zo'n fabrikant wil verkopen. Ja. En dat is uiteindelijk berekend op 1,69 milliliter, waardoor die fabrikant ook er iets minder in kon doen, want ze deden er eerst wat meer in. En uiteindelijk leverde dat miljoenen nog winst op. Dus ze verkopen op 2 manieren meer. Gasten zijn drugsdealers. Nee, maar dat vertel ik in het begin, maar aan het eind van het boek wijs ik echt op je eigen verantwoordelijkheid. Je moet op een gegeven moment gewoon beseffen, jongens, we leven in een, laten we zeggen, toxische wereld. Er gaat heel veel mis. Op allerlei gebieden met vervuilde lucht. Maar ook in de supermarkt met het eten. En je moet gewoon voor jezelf, of als je een gezin hebt, voor je gezin beslissen van, wij gaan gewoon op een gezonde manier eten. En voor mij doe je 80-20. Maar wel dat je beseft dat je wat je doet. Want heel veel mensen willen misschien wel 80-20 doen. 80% goed, 20% smokkelen. Mm. Maar die hebben helemaal niet door dat ze niet 80-20 doen, maar 60-40, bij wijze van spreken. En die rijgen de ene uitzondering voor hun lichaam dan aan de andere vast. En dan is het klap op klap op klap. Want op een gegeven moment was er de uitspraak van Anthony Burgmans, toen de tijd het hoofd van Unilever. En die zei, een Magnum, zo'n ijsje, past in een gezond dieet. Toen dacht ik, iets klopte wel aan en iets klopte niet aan die uitspraak. Toen ben ik gaan nadenken en toen dacht ik, ja, je moet die uitspraak gewoon letterlijker nemen dan die bedoeld is. Een Magnum past alleen in een gezond dieet. Yep. Als je de hele dag door gezond eet en je komt daar met een Magnum aanzetten, een enorme suikerbom, kan je dat best aan. Maar als je al begonnen bent met magere melk en met cornflakes en dan 's middags bruine fabrieksboterham met magere worst en chouderans en 's avonds ijstoe en pasta, en dan is dat klap op klap op klap. En dan komt die Magnum natuurlijk nog even als een knock-out eroverheen. Ja. Het erg is dat je volgens mij het zo'n beetje het standaard Nederlandse eetpatroon omschrijft. Als je dit zo schetst. En het is een soort schrikbeeld wat je probeert neer te zetten. Maar ik denk dat een heleboel mensen precies op deze manier eten nog. Ja, nou ja, misschien schrik ze op deze manier ervan. Maar voor je lichaam is het dus de ene uitzondering naar de andere. Kijk in de supermarkt met de blik van je lichaam. En dan kan je soms uitzonderingen maken. Dan zeg je van, nou ja, glas wijn niet per se goed voor je. Maar het is wel leuk en gezellig en ik doe wel mee op een feestje. Want je moet niet je moet niet eigenlijk ook weer uit balans raken door juist in balans te willen komen. Dat zou natuurlijk ook stom zijn. Het gaat over balans ook op die manier. Ja, want je had het over in die supermarkt lopen met je lichaam, zeg maar kiezen. Ja. En je begon ook met, het is met name niet zozeer wat je eet, het is wat je weglaat uit je dieet. Nou, het is allebei, maar het is zeker ook wat je weglaat. Ja. Ja. Nou, we hebben het al even over suiker gehad. Lijkt me redelijk duidelijk. Suiker, probeer dat op je shitlist te zetten. Probeer dat niet meer al te veel te consumeren. Maar wat zijn nog meer dingen waarvan je zegt, maar als je laaghangend fruit zoekt, probeer dit eens een tijdje weg te laten en dan ga je iets merken. Het suiker is trouwens nog niet zo makkelijk, want er zijn wel 50 verschillende termen bedacht voor suiker. Ja. Waardoor je het niet eens door hebt. En soms staan er 3 van die termen op en is het dus alle 3 suiker en het zit alle 3 in het potje. Dus je moet uiteindelijk echt wel die labels gaan lezen. En dan nog raak je in de war, hoor. Gisteren stond ik in de supermarkt en toen stonden er 2 boomlange jongens van allebei, 1,95, die waren hardop aan het fantaseren over hun ontbijt de volgende ochtend. Die gingen kennelijk iets leuks doen. En die waren nu aan het nadenken over het ontbijt, hoe lekker dat zou zijn. En die ene jongen die pakt Griekse yoghurt en ik dacht, ah, 30% vet, goed bezig. Ja. Yeah. En hij heeft een korte discussie met die andere jongen. En die zegt, nee, dat kan toch niet. En die pakt die andere pot met maar 10. En later liep ik over straat en toen zag ik de reclame van Almhof. En daar stond ook Griekse yoghurt. En toen kon je niet kiezen tussen 30 en 10, maar tussen 10 en 0. Dus die jongen die kiest uiteindelijk die 10. Maar dat waren 2 grote sterke sporters die waarschijnlijk daar verderop op de Amstel aan het roeien waren. En die hebben natuurlijk veel energie nodig. Maar die kiezen dus eigenlijk meteen al in de supermarkt het verkeerde product voor hun. Ja.
En eigenlijk voor iedereen, maar goed. Snel, grote stappen snel thuis, ja. Dan moet je eigenlijk toch veel van die dingen zoals granen en koekjes en de roze koeken en de chips en dat soort dingen. Dan... Niet de roze koeken. Ja, die zijn lekker, hè? Ja, dat vind ik wel vaak in de supermarkt bij mij in de buurt als ik in Amsterdam... dan woon ik ook in Amsterdam-West. Als ik dan een blok verder loop, dan kom ik in een buurt die wat, wat kan je zeggen, wat minder is. En dan loop ik daar naar de supermarkt en dan zie ik daar de jonge gastjes van 17, een beetje slungelig bij elkaar hangen. Allemaal met zo'n blikje, het liefst nog van die nep Red Bull op de loopband. Monster. Of Monster, van die grote cans, weet je wel. En dan ook een zakje chips erbij of een paar van die koeken. Dan denk ik, man, hoe kan je hier op leven, weet je wel. Nou, weet je wat het ook is met die jonge mensen? 17, ik heb zoiets, bij wijze van spreken, als je 14 bent en je rookt een pakje per dag, dan ren je alsnog de marathon. Je bent zo sterk, want je zit in die opbouwfase. Ja. Dus je kan, als je 17 bent, je ziet wat die kids tijdens de pauze op de school op de band leggen in de supermarkt. Ja, dat is inderdaad Red Bull en roze koeken. Dat gaat heel lang goed, want je bent zo sterk. Ja. Maar je legt meteen al een hele slechte basis voor die toekomst. Ja. En je ziet dus, ook door die Western Price, je ziet dat die basis niet alleen begint als je 16 bent. Het begint eigenlijk al meteen in het begin. Ik zat op een gegeven moment in een strandtentje en toen zag ik een stel binnenkomen met een baby. En die baby die dronk uit zo'n flesje melk. En daarna dacht die moeder, oh leuk, want het was winter, chocola met slagroom. Ik laat mijn kind even die slagroom proeven. Via een rietje zo in de mond van die baby. Die vond het heel erg lekker. Die zet daarna weer die melk aan zijn mond. En die trekt een vies gezicht. En ik zweer je, hij reikt beide handen uit naar die slagroom. Dus toen dacht ik ook van, ben ik hier een getuige geweest van het begin van de suikerverslaving? Ja, maar het begint bij de moeder. Het begint al in de moederschoot, hè, bij wijze van spreken. Als je als vrouw zwanger bent en je bent een zoete kou, dan geef je dat door aan je kind. Dus je moet eigenlijk nog terug naar die zwangerschap. Je moet eigenlijk dus nog terug naar voor de zwangerschap. Allemaal hele oude kennis. Mm-hmm. Die we een beetje zijn vergeten. En hopelijk nu weer boven komt. Ja. Ja, als je echt gaat nadenken over die invloed. Met name die van de zwangerschap. We hebben het laatste gesprek gehad met Dick Swaap. En die vertelde ook hoe ongelooflijk belangrijk die periode is voor jouw hele persoonlijke ontwikkeling. Dus dat wat je moeder doet, hoe ze aan stress wordt blootgesteld. En niet alleen mentale stress, maar ook wat ze in haar lichaam stopt. Heeft zo ongelooflijk veel invloed op jouw persoonlijke ontwikkeling en handelen later. En ik denk dat dat in fysieke zin ook zo is. En ik vroeg me iets af toen ik jou dat hoorde vertellen. En jouw voorbeeld over die hangjongeren, laten we ze maar zo noemen. Die jeugd tegenwoordig. Maar was jouw voedingspatroon vroeger anders? Nou, dat moet ik er wel bij zeggen. Ik had vroeger ook 3S cola en dan een zak chips. Die precies. Ik dan helemaal fijn kneep, zodat ik gewoon meer had. Omdat ik zo'n schooier was die maar 65 cent per dag kon uitgeven. Exact. Of van die frietzakjes. Ik heb ook op appelkoeken geleefd en nachtenlang Counter-Strike gespeeld. En worstenbroodjes voor 2 euro, weet je. Dat was wel een... En dat is de vraag die ik daarover heb, de volgende. Hebben wij ons atletisch vermogen... soort van gecapt, beperkt door toen zo gegeten te hebben. Want ja, we waren in de opbouwende fase en ons lichaam die absorbeerde alles wel. Dus onder de streep, het kwam wel op. Maar zijn dat er eens voor dat we in die periode wel de Griekse yoghurt hadden gegeten en de goede kipfilet en de eitjes en drie verschillende groentes per dag? Maar ik moet wel zeggen dat er bij mij ook heel erg aan mijn leefpatroon toen was ook alleen maar computerspelletjes spelen. En hangen en een jointje roken, want je zit op middelbare school. Toen ik op een gegeven moment mijn passie vond voor sporten, was ik een jaar of 15, 16, denk ik echt fanatiek. Toen kon ik dat niet meer, man. Toen moest ik ging ik het andere uitzien. Dan ging ik in één keer een brood per dag eten. Weet je wel, een brood met kaas. En dat was ook geen goede voeding, maar je moest meer eten. En dan red je het niet op een blikje Red Bull en appelkoeken. Nee, maar ik snap dat je hele proces dan bijzegt. Maar toch denk ik, wat nou als we die Wichert van 12 tot en met 15 ander eten hadden gegeven, was hij dan nu sterker geweest in zijn atletisch vermogen? Dat is de vraag. Ja. Dat denk ik wel. Je kan ook zeggen, wat was er met die Wichert gebeurd als die lijn had doorgetrokken naar het einde? Ja. Dat was denk ik verkeerd gegaan. En dat betalen we allemaal aan mee natuurlijk. Want toen ik vertelde over mijn vader en die operatie, ja, die hebben wij met z'n allen betaald, die operatie. Maar als hij daarna, ik ben met hem daarna, toen het allemaal gebeurd was, dat het gebeurde in het buitenland, meegegaan naar de cardioloog, dan krijgt hij weer het standaard verhaal van te veel cholesterol, te veel verzadigd vet. Daarna is hij naar de diëtist geweest en die zegt, het enige wat hij daarvan heeft onthouden is dat hij BCL op zijn brood moet smeren. Terwijl dat gemaakt is van plantaardige olie, veel omega-6, ontstekingsbevorderend in plaats van remmend.
Dus precies het verkeerde wat je op je brood moet doen als je al een hartprobleem hebt. Ik citeer op een gegeven moment ook Remco Kuipers. Die is nog maar jong. Ik geloof nu misschien 37 of zoiets. Maar die heeft toch al 10 jaar in het veld van Tanzania bij de laatste jagenverzamelaars onderzoek gedaan. Is cardioloog in opleiding in het OVG, waar ik hem ook heb opgezocht. En hij zegt dat onze huidige beste atleten het nog niet halen bij laten we zeggen, redelijk gemiddelde mensen van voor bijvoorbeeld de periode dat we zijn gaan boeren. Er zijn een paar grote mijlpalen geweest. Dat is een van de 10.000 jaar geleden. Toen zijn we van jager-verzamelaar naar boer gegaan. Aan de ene kant kun je nou veel meer mensen voeden, want je hebt veel meer energie om te verdelen. Maar de kwaliteit daarvan is gewoon niet zo goed. Volgende mijlpaal is industriële revolutie. En de volgende mijlpaal is zeg maar de afgelopen 50 jaar. En dat is natuurlijk de periode waarin we nu zitten, van die laatste mijlpaal. Maar zelfs nu al zou je nu al teruggaan, las ik laatst nog weer een voorbeeld van iemand. Als je nu al terug zou gaan naar de periode van voor 1965. Dus dat is nog niet eens zo lang geleden. Als je al een beetje op die manier zou gaan eten. Zoals echt je oma en nog weer verder terug. Dan zou je al een enorme stap maken. Dus ja, ik denk wel dat we vroeger groter en sterker waren. En dat we nu echt nog in een soort herstellende... We zitten eigenlijk niet eens in een herstellende fase, want we doen het niet. Maar als je het privé doet, dan zit je in een soort van herstellende fase ten opzichte van je voorouderen. Is dat zo? Worden we kleiner en zwakker ten opzichte van hiervoor? Nee, maar serieus, want volgens mij als je kijkt naar de groei van Nederlanders of Westerlingen ten opzichte van de rest van de wereld. Wij schijnen ongelooflijk te groeien, mede omdat wij zo'n overvloed hier hebben in ons eten. En het voorbeeld wat ze dan altijd bij aanhalen is, dan zetten ze zo'n soldaat uit Noord-Korea zetten ze neer. En dan zetten ze zo'n West-Koreaan zetten ze ernaast. En dan zie je het verschil even in wat goed veel eten tot je beschikking hebben met je doet over generaties. Maar het is ook klimatologisch bepaald. En wij zijn gewoon een soort van vikingen hier. Ja, we zijn natuurlijk ook wel, geloof ik, het langste volk of zo. Maar lengte, kijk maar naar veel van die meiden van tegenwoordig. Die zijn wel heel lang, maar die zijn, ik vraag me af hoe sterk die zijn. Ja. En hoe sterk zijn die als ze 60, 70 zijn, weet je? Nou ja, dat is wel. Ik zat nu een beetje te kijken naar die hurricane die dan naar zo'n Florida gaat. Of iedereen op Sint Maarten ging in één keer plunderen. Daar hebben wij het ook vaak over. Hè? Dat is 3 dagen de stroom uit in Amsterdam. En dan komt echt de mensen boven. En dan denk ik wel eens van ja... Soms dan kijk ik naar mensen en denk ik, jij zou geen dag overleven in die wereld, weet je wel. Of überhaupt in een primatenwereld waar je gewoon voor jezelf moet zorgen. Of inderdaad krachttraining, nooit enige inspanning gedaan. En als je dat 30 jaar niet doet en het wordt in één keer 8. Dat is misschien trouwens nog wel eens de reden die je net aanhaalt waarom ze misschien ook sterker zijn. Want ik durf te beweren, als je naar dat bewijst jouw punt. Als je kijkt naar hoe wij nu ons leven indelen versus hoe mijn grootmoeder haar leven... Die liep met zakken aardappelen te sjouwen, bij wijze van spreken. En die deed de was met de hand. En die waren van zichzelf ook sterker. Weet je, heb je dat wel eens gezien? Mijn vader, die kan nu nog met zijn hand soms iets losdraaien, zeg maar, wat ik niet voor elkaar krijg. That strength. Weet je wel? Geen idee. Oude mannenkracht. Ja, wat dat is. En dat is volgens mij gewoon jarenlang fysieke inspanning. En nou ja, volgens mij wat jij ook zegt, is dat is iets minder een element in het dagelijks leven tegenwoordig. Ja, we zitten natuurlijk veel. Ik moest me bij het boek echt beperken tot voeding. Yeah. Maar dat zijn allemaal elementen die meespelen. En het verschil met vroeger en nu is natuurlijk ook dat we nu ouder worden. Maar dat, voor een belangrijk deel komt dat ook omdat we de infectieziekte onder de knie hebben gekregen. Wat natuurlijk heel goed is. Yeah. Maar wat je wil, is niet vanaf je 40ste al richting de eindstreep. Dat het zo naar beneden gaat. Nee, je wil lang gezond oud worden. En veel mensen worden nu wel oud, maar die worden niet gezond oud. En dat is wel mijn persoonlijke doel. Mijn persoonlijke doel is zo lang mogelijk uit het ziekenhuis wegblijven. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld, zo zie ik dat een beetje voor me. Als ik de hele dag fit ben geweest en ik ga in bed liggen en ik ga een boek lezen, dan gaat dat goed. En op een gegeven moment word ik bijna in één keer moe. Ik weet niet of je dat herkent, maar dan ben ik in één keer helemaal klaar. En dan gaat meteen het licht uit en ga ik slapen. En dat is denk ik hoe je ook, hoop ik dan, kan leven. 80, 90, boom. En in één keer ben je klaar. En niet gaan sukkelen vanaf je 40ste, 50ste. En ook mentaal stelt dat dan ook allemaal niet zoveel meer voor bij veel van die ouderen. Ik vind, dat is niet nodig. Maar, nou, dat vind ik wel een interessant onderwerp. Want jij schrijft voor een magazine dat zich richt op longevity. Dus zo lang mogelijk leven, toch? Ja.
En het is een onderwerp waar je ook interesse hebt. Ja. Mensen als Aubrey Gray zeggen jou ongetwijfeld iets. Dus het zijn mensen die verwachten dat we ooit nog wel eens ouder worden als 150, 200. Technologie moet daar het nodige in doen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk dat je ten eerste alles moet doen met betrekking tot je voeding. Ja. Weet wat je eet, snap hoe het werkt. Dan maak je al een enorme stap. Maar het is maar een stap. En vervolgens moet je ook, denk ik, sporten. En je moet aan suppletie doen. En er zijn er nog 100 andere dingen die je kan doen. Klein dingetje. Ik heb bijvoorbeeld 1 keer, dat heeft me 1 uur gekost, een TL-balk boven mijn werkbureau gemonteerd met daglicht erin. Ja. UV gewoon. Nee, ja, dus zeg maar net zoveel spectrum als buiten. Vol spectrum licht. Oh, hoe dat moet je 1 keer doen. Hoe doe je dat? Nou, er zijn bedrijven die verkopen dat. Lucas Verlichting. En dan heb je niet een deel van het spectrum. Dat is gewoon een klein voorbeeldje van de 100 dingen die je kan doen. Ja, ja, ja. Maar ik zeg dus voeding, sporten, echt essentieel sporten en suppletie. Dus ik slik elke dag 10 verschillende supplementen. Mm. En ik heb bijvoorbeeld ook dat collageen wel eens een keer laten opdrogen. En dan zie je dus een laagje van keihard geworden collageen. Dan heb ik het idee, dat is helemaal niet onderzocht, staat ook niet in het boek. Zeg ik gewoon tegen jou. Heb ik het idee dat laagje voor laagje over mijn botten van binnen wordt verspreid. En denk ik, dan ben ik goed bezig. Mm. En die supplementen, ik merk er nu nog niet zoveel van. Maar ik heb gewoon analoog aan wat ik net al vertelde, grote hoeveelheden, het idee dat moet ik nu allemaal instoppen om op de lange termijn gezond te blijven. Mm. En ik zie bijvoorbeeld bij mijn vader hoe het dan niet moet, want hij is dus niet zo gezond. Maar hij heeft ook nooit gesport, nooit suppletie gedaan, slecht gegeten. Mm-hmm. Dan krijg je dus dat, een beetje gemiddelde 70er. Ja. Dat wil ik niet. Kunnen we nog iets dieper inzoomen op die 2 onderdeeltjes? Sporten met name. Want als je nou echt heel zuiver gaat kijken naar hoe kun je het beste sporten voor een lang leven. Dan is een van de dingen die meteen op mijn lijstje verschijnt van dat moet je dus niet doen. Is bijvoorbeeld een marathon regelmatig gaan lopen. Nee, zou ik zeker niet doen. Omdat dat een soort roofbouw op je lijf is. Dus als je sport, doet het er ook wel toe hoe je sport en wat je doet. Maar hoe kijk je daar zelf tegenaan? Wat doe jij bijvoorbeeld? Maar dit zijn dan privé-uitspraken. Ja, nee, dat snap ik. Want ik heb 2 jaar aan het boek gewerkt, maar ik heb niet 2 jaar over sporten nagedacht. Maar ik heb er wel een beetje gewoon privé over nagedacht. En wat ik zelf bijvoorbeeld nu doe, want ik sport niet voor de lol. Je hebt mensen die sporten voor de lol, ik niet per se. Dus ik sport heel efficiënt. Dus ik heb gisteren, was dan mijn fitnessdag. En dan fitness ik ruim 1 uur. En dan doe ik specifieke oefeningen zoals deadlift. Ja. Dus dat je voorover buigt en die stang omhoog trekt totdat je staat. De squat, je legt die stang in je nek en je gaat helemaal tot hurk en weer omhoog. Dus niet halverwege, maar echt tot hurk en weer omhoog. En dan nog wat andere dingen voor mijn rug. Ben je wel een mobiele jongen trouwens, als je dat zomaar lukt? Niet iedereen kan zomaar met ass to the grass squatten. Dat weet ik niet. Ja. Maar ik deed eerst halverwege, omdat ik dacht dat goed was. Maar toen ik helemaal naar beneden ging, wow, dat was even een andere koek. Iets zwaarder, hè? Iets zwaarder. En ik doe op andere dagen ook pilates. Ben ik vaak de enige man. Maar ik durf daarom te verder. Daar. Niet mooier maken dan een rustdag. Achter in de zaal, weet je wel. Ik durf even rusten, hoor. Een beetje last van mijn schouder. Ik durf te wedden dat zo van die mannen bij de fitnessafdeling echt niet meekomen bij de pilates in het eind van die oefening halen. Want ik haal ook vaak het einde niet. Het is gewoon niet te doen. Wat doe je precies bij pilates? Pilates gaat over het middenstuk van je lijf. Dus je rug en je buikspieren en dat stuk. En ook een beetje bij je heupen. Dus je ligt bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, op je zij. En dan moet je je ene been omhoog doen. Ja. En naar voren omhoog en naar achter omhoog. Ongelooflijk zwaar. Of je moet in een plank liggen op je ellebogen. Dat kunnen heel veel mensen ook niet. Maar, of daarna vanuit die plank op 1 hand. Ja. En dan is het 3e wat ik ook nog doe, is yoga. Ja. Dan heb ik het idee van, dan doe ik souplesse-achtige oefeningen. Hou ik die core sterk. Als ik bijvoorbeeld in Amsterdam over zo'n bruggetje heen fiets, dan voel ik gewoon de kracht uit mijn buikspieren komen. Mm. En die is er dan ook. Ja. Dus je zou denken, het heeft te maken met stampen en je benen. Maar het komt echt uit die core. Of als je dingen moet tillen, dat haal je vaak uit dat middenstuk. Als je dat goed traint, en dat kan je dus ook doen een beetje met die bijna levensverlengende oefeningen als dat squatten en deadliften. Dan denk ik, dan geef je jezelf een opdonder. Dat heb ik ook ontdekt tijdens het schrijven voor inderdaad dit tijdschrift van Life Unlimited. Je moet je lichaam zo nu dan even een opdonder geven. Ja. Niet te veel. En inderdaad, zo'n marathon is denk ik een te zware opdonder. Tenminste, ik zou het niet doen. Maar als je het leuk vindt, ga lekker een marathon lopen. Maar, want dan
ga je net een soort grens over. Maar als je lichaam even een opdonder geeft, dan heeft hij het idee van wow, ik moet volgende keer wel weer klaarstaan. Als je dan ook nog goed eet en suppletie doet, dan geef je denk ik je lichaam precies wat het nodig heeft om zo lang mogelijk gezond te blijven tot op een lange, hoge leeftijd. Ja. Ja, vooral die krachttraining is belangrijk, man. Want ik geloof dat de World Health Organization heeft een keer een rapport uitgebracht waarin dan staat wat dan biomarkers of healthy aging zijn. En met name je BMI, dus je spiermassa ten opzichte van je lichaamsvet, is een hele belangrijke indicator of je gezond oud wordt later. Je botdichtheid. Ja, dat kan me voorstellen, ja. Ja, en je vermogen om glucose, zeg maar, op te zetten. Dus je metabolistisch vermogen. En je cardiovasculair vermogen. Maar cardiovasculair kwam pas op 4. Daar waar botdichtheid en zeg maar je spiermassa, dus je sterkte, die stonden echt op 1. En als je vaak ook kijkt naar oudere mensen, wat is vaak ook het probleem? En waardoor gaat de kwaliteit van leven zo achteruit? Is omdat ze in hun fysiek beginnen in te boeten op, nou ja, ze kunnen minder makkelijk opstaan, pijntjes bij het lopen, weet je wel, dingen worden gewoon moeilijker. En wat gaan ze dan doen? Gaan ze het minder gebruiken. En dat is dan vaak de weg naar beneden. Weg, ja. Ja, weet je, als je het niet gebruikt, dan verlies je het. En op het moment dat je functie vraagt aan iets, dan onderhoud je het ook. En daarom is die krachttraining zo belangrijk. En die mensen zitten ook vaak binnen. Hè? Dus dan heb je weinig vitamine D3. En dat is maar één element van buiten zijn. Maar goed, het is wel een belangrijk element. En er is ook te weinig K2. We komen er steeds meer achter dat als je vitamine D3 slikt of gebruikt of binnenkrijgt via het zonlicht, dan heb je eigenlijk ook K2 nodig. Dat zit in goudskaas. Het zit ook in een gefermenteerd bonengerecht uit Japan, natto. Vreselijk vies. Er zit heel veel vitamine K2 in, maar dat is eigenlijk een soort tandem. Dus tegenwoordig slikken mensen wel, dat hebben ze dan wel geleerd, van wat D3. Vaak weten ze ook niet hoeveel. Ik slik ongeveer 5000 international units per dag. Dat is ongeveer 5 minuten zomerzon. Slik ik de hele winter door. Ik heb dat ook een keer laten meten aan het eind van de winter. Toen had ik zomerse waardes. Toen dacht ik, nou, is goed. Maar je moet daar eigenlijk ook dus die K2 bij slikken. En daar krijg je dus sterke botten van. En dat hebben die ouders, die oudere mensen vaak niet. Ja. En sterke tanden. Mm. Ja. Je hebt ook een stukje over. Wilde jij nog wat? Je hebt ook een stukje over je gebit, hè? Over, ja, dat was ook fascinerend. En een deel van de grap van het gebit is inderdaad die K2. Want die K2 is eigenlijk een soort transporteur. Even uit mijn hoofd, die D3. Die zorgt ervoor dat de calcium in de voeding, zeg maar, makkelijker kan door je lichaam kan stromen. Maar die moet dan wel naar een goede plek. Bij mijn vader ging die naar de verkeerde plek, de zachte weefsels. En dan krijg je dus de aderverkalking. En wat je wil is dat die kalk gaat naar, logischerwijs, naar je botten en naar je tanden. En dat doet die K2. Dus als je voldoende K2 hebt en je hebt voldoende D3... dan kan die kalk dus heen naar waar die heen moet, naar die plekken toe. En wat betreft dat gebit ontdekte ik ook nog dat er in je tanden en kiezen hele kleine kanaaltjes zitten. Per kies bijvoorbeeld, als je al die lengtes bij elkaar optelt, wel een kilometer lang, tubuli, minuscuul kleine kanaaltjes, waarin een soort lymferijke vloeistof de hele tijd als een soort overdruk. Dat is bij een fabriek, zo'n chipfabriek, waarbij ze de lucht naar buiten blazen, zodat er geen stof in kan. Oh. Een soort overdruk naar buiten is, zodat de bacteriën die in je mond zitten, er zitten 1000 verschillende soorten, geloof ik, in je mond. Dus niet 1000 bacteriën, maar 1000 verschillende soorten in je mond. Waaronder ook slechte. De meeste bacteriën in je lichaam hebben 1-2 kilo dragen we mee, zijn goed. Maar er zitten dus ook slechte bacteriën in je mond. Die komen er gewoon niet in vanwege die overdruk. Maar er is een systeem, en dat heeft ook te maken met je brein en met suiker, dat regelt. En dat wordt ontregeld door suiker. Dus suiker heeft inderdaad een probleem in je gebit vanwege het zuur. En ik dacht vroeger ook, je eet suiker, je poetst je tanden en het is klaar. Nee, je eet suiker, je poetst je tanden en het begint. Want het zit dan in je maag, die suiker. En die gaat binnen een uur, hebben ze bij ratten gezien, hebben ze een blauwe vloeistof in die maag ingebracht. Die zat binnen een uur in de tanden. En nog een uur later zat die in het glazuur. Wow. En bij mensen zal het misschien iets langer gaan, maar het gaat dus best snel. En dat hele mechanisme zorgt er dus voor dat
het systeem van er naar buiten wordt geduwd, eigenlijk wordt ontregeld. En op een gegeven moment kan het stil komen te staan, of het kan zelfs naar binnen worden getrokken. En dan kunnen dus gaatjes ontstaan. Dus mede daar, om die reden moet je dus ook geen suiker eten voor je gebit. Nou, en het vele kouwen helpt al. Eigenlijk als je begint met kouwen, begint je spijsvertering al. Dus doordat je koud gaat er allerlei aan in je maag al, en et cetera. Ja. Ik heb ook eens een keertje een vergelijking gehoord van, het is goed voor een hond als die met zo'n vlos speelt, weet je wel. Dat je die vlos in zijn mond doet en dat je het aantrekt en stevig voor zijn tanden en zo. En dat wij met het fabrieksbrood waar je het straks over had, joh, dat kun je bijna verpulveren met je tong. We kouwen te weinig inderdaad. En dat heeft dus gevolgen voor de spieren, die dus minder sterk worden. Dat heeft gevolgen voor de hardheid van het bot in je hoofd. Ja. En dat heeft weer gevolgen voor de kwaliteit van je huid. En dat je sneller knock-out gaat, omdat je geen sterke kaak hebt. Ja. Want je huid, die gaat deels lubberen als je ouder wordt. Niet omdat het te veel huid is, maar omdat het te weinig hoofd is, bij wijze van spreken. En je hoofd krimpt wat in. Oh, ja, je verliest natuurlijk gewoon spiermassa. Spiermassa, maar ook botmassa en botdichtheid. Dus je moet eigenlijk, daarom is het belangrijk goed te kauwen. Dus ik koop laatst ook wat meer wortels, om wat meer te kauwen. En daardoor blijven die spieren wat steviger en vul je het wat meer op. Hè? Vroeger trokken de chirurgen het strak de huid. Maar tegenwoordig vullen ze het meer op. Maar met fillers. Maar ja, waarom zou je het met fillers gaan doen als je het zelf kan proberen op te vullen? Dus denk wat dat betreft bij je huid ook aan vitamine K2, krachtige spieren en krachtige botten. Ja, maar dat is wel waar een boel mensen misschien in eerste instantie aan denken toen we het hadden over collageen. De meeste mensen kennen het natuurlijk gewoon als een beauty-ingreep. Waarbij het onder je huid... Collageen onder je huid? Ja, volgens mij. Of waar ik het nou met... Wat laat ze inspuiten in de lippen? Botox. Ja, botox. Het is toch ook... Nee, dat spuiten ze niet in de lippen. Botox is volgens mij een soort spier... Spierontspanner of verlammer. Oh, ik had altijd het idee dat collageen was. Waar ze dat mee maar, nu haal ik dingen op gezond. Dat zou goed collageen zijn. Is goed. Oké. Ik weet niet of het kan injecteren. Daarom hadden we experts naar de studio. Ja. Maar het is wel bizar, joh. Mijn vriendin ging laatst... die had ik een keer een behandeling gegeven voor lekker naar de tenen, weet je wel. Zo'n pedicure ding. En er zit gewoon allemaal van die meisjes van 21. En gewoon één verdieping erboven kan je ook even laten botoxen. En die meiden van 21, die hebben gewoon... die zeggen dan, ja, ik had hier een rimpeltje, dus ik heb het al gedaan. Meid, je bent 21 jaar, je ziet er supergoed uit. Waarom laat jij je gezicht opspuiten? Hoe zie jij eruit als je 35 bent? Ja. It's a scary thing, man. Ja, want het is toch tox op de een of andere... Ik weet niet wat voor tox het is, maar het is botox. Ja, het is toch een soort toxie. Ik weet nog dat ik... toen was ik 19 jaar, dus 16 jaar geleden bijna. 15 jaar geleden liep ik in Thailand in een warenhuis. En daar kon je dit soort dingen gewoon naar binnen lopen. Kon je dat soort dingen gewoon doen. En ik verbaasde me daar echt over. En nu zijn we gewoon in Nederland. Kan je dat ook gewoon doen. Je kan gewoon Amsterdam ergens naartoe lopen. En je gezicht vol laten spuiten zonder enige medische... Ja, dan zit er iemand in een witte jas die een cursus heeft gedaan. Ik ken zelfs een vriend van mij. Zijn vriendinnetje heeft een schoonheidssalon. En hij heeft een cursus... tandenbleken gedaan. En dat zei hij met een grote grijns. Hij zei, ja, ik heb er een cursus voor gehad. 2 dagen. Ja, en dan heb je dus een certificaat om dat te doen. Mensen hebben geen idee bij wie je naar binnen loopt. Weet je? Om een of andere pipo die ik gewoon ken van vroeger, waarmee ik op stap ging. Ja, jij weet wat hij deed. Ik weet wat deze man doet, weet je wel. En die gaat dan in één keer om zijn vriendin te helpen een cursus volgen van 2 dagen. Die natuurlijk gratis krijgt van zo'n organisatie die allemaal van die meuk levert om je tanden te bleken. Holy shit. Fuck, jongen. Dit is echt een wereld. Ja. Beter nemen de route die Daan predikt, namelijk via je voeding hier het nodige aan doen. Of in ieder geval via levensstijl. Ik ben wel even benieuwd. Je zegt ik neem 10 supplementen per dag. Pak een beet, ja. Welke supplementen neem je allemaal? Even kijken, op een gegeven moment de koelkast. En daar zit dan de visolie in en de D3. En dan heb ik ook nog dus die K2 waar ik het net over had. Een B-complex, spirulina, magnesium... zink, maar niet elke dag. En ook saw palmetto. Maar dat is voor mannen en prostaat en zo. Leek me ook al goed. Maar ik weet, dat zaagblad. Ik weet niet wat de Nederlandse benaming van is. Ben ik even aan het uitproberen. En misschien ben ik nog iets vergeten. Maar ongeveer dit. Gewoon en vitamine C natuurlijk. Ja, lekker veel. En dat is op die manier denk ik van dat ik het wel... een soort de minimale dingen doe. Ja. En het is heel simpel. Elke dag graai ik er gewoon in. Want het zijn bakjes, daar zit het al in. Ik hoef niet al die potten open te maken. Tik het weg en klaar ben ik. En ik begin natuurlijk 's ochtends met die collageen. Maar dat moet je doen voordat je aan de eiwitten begint. 1-2 uur. Dus dat doe ik gewoon meteen als ik wakker word.
collageen. En dan later pas mijn Griekse yoghurt met... Dat doe je echt gewoon... Dat doe je, ja, ik doe dat dus niet. Dat timing van je timing eten. En bonen mengen met ik dit heb dat en, zus en zo. Nee. Een tijd lang gedaan, omdat het toen de tijd had je zoiets dat heette het anabolic window. Dan zei iedereen, je moet het in het eerste uur na je krachttraining moet je eten. Want dat is het perfecte moment om je eiwit te consumeren. Ja. Bleek echt compleet bullshit te zijn. Is dat van je, dat had Tim Ferriss ook, hè? Ultimate in zijn body workout. Ja, yeah. Bleek later gewoon bullshit te weten. Dus niet binnen 30 minuten zoveel gram eiwitten. Nee, dat is, hij heeft twee dingen. Als je opstaat, daarvan weet ik dan niet of dat werkt. Hij zegt, het beste is als je opstaat, binnen 30 minuten na opstaan, eiwitten consumeren. Ja. Want dat doet iets met je zuurtegraad in je maag, volgens mij. Ik geloof dat dat de truc is. Nou, bij collageen is het geen goede mix eiwitten. Niet? Okay. Nee, dus dan moet je gewoon even dat in laten werken. Of in ieder geval 1-2 uur tussen laten zitten. Nou, kleine moeite. Mm. Ja, want in dat opzicht, ik weet ook dat er sommige supplementen zijn. Als je die tegelijkertijd neemt, dan heffen ze elkaar ook een beetje op. Dus ik geloof dat dat iets met... hoe heet dat product? Strongbone, wat we hebben. Wat zat daar ook alweer in? Van Onnit. Dat is ook zo'n bot. I don't know. Ja, daar zat iets in. Maar als je dat combineerde met magnesium, dan hief het me... Dat vertelde Noël me. Dat zegt, dat moet je 2 uur uit elkaar nemen. Want anders werkt het elkaar als het ware tegen. Dus timing van eten. Zo af en toe doet het er wel toe. Dus, ja, maar nogmaals. Dat zijn denk ik de details. Zorg dat je gewoon die grote stappen maakt. Hè? Mm-hmm. Dan hoef je ook niet te veel na te denken. Dan kan je heel veel doen. Ja. Waar sta je naar aanleiding van dit boek ten opzichte van brood? Nou, in het begin kwam dit onderwerp in via het onderwerp suiker. Want er is wel zoveel over te vinden. Uiteindelijk heb ik 4 hoofdstukken geschreven. 1 daarvan in het boek, 3 online. En heb ik toen zoveel geschrokken dat alles wat met suiker te maken had, dus ook brood, ben ik mee gestopt. Nu ben ik er wel iets genuanceerder over, meer de 80-20 idee. En met betrekking tot brood denk ik... Ja, graan, dan denk ik toch ook weer aan die periode van 10.000 jaar geleden dat we zijn gaan boeren die ons niet goed is bevallen. Liever niet zoveel graan. Dus ik doe ook sowieso geen pasta meer. De avondmalen zijn echt alleen groenten met vettigheid. Bijvoorbeeld crème fraîche en die bouillon blokjes er doorheen en vlees of vis. Maar geen pasta of aardappels of wat dan ook. En brood, ja, het zit zo in onze cultuur. Smiddags is het ook zo handig. Maar die kies ik het liefst voor zuurdesembrood. Mm. Omdat je dan 90% van de zogenoemde antinutriënten in dat graan... Want dat graan wil zich verdedigen. Dat wil niet worden opgegeten en het heeft geen tanden. Dus dat heeft een eigen verdedigingsmechanisme. Dat zijn de zogenaamde antinutriënten. Waardoor de nutriënten... Want je eet uiteindelijk voor de nutriënten, voor de voedingsstoffen. Die worden dan weer een soort van uitgespoeld... door wat er in dat graan zit. En dat kun je voor 90% afbreken met zuurdesem. Mm. Zuurdesembrood is hartstikke lekker. Dus dat kun je niet in 1 uur maken. Dat kost 30 uur om te laten rijzen. Er zijn bakkers die maken dat. En dan eet je lekker een relatief gezond brood. Maar je blijft natuurlijk die bloedsuikerspiegel piek houden. Ja. Ik ken iemand die had zo'n bloedsuikerspiegelmeter. En die schrok zich rot van 1 bruine boterham. Want dat ging echt poink meteen enorm omhoog. Ja. Van 1 boterhammetje. Ja. En die was diabetes en die is nu geen diabetes meer. Maar mede doordat hij zo goed oplette met ook brood. Dus brood, ja, probeer het een beetje uit te faceren. Maar het is... Of als je een ei eet, doe dan niet 2 spiegelei, doe dan niet 2 boterhammen, maar 1 boterham met een enorm ei eroverheen. Ja, dat kan ook. Weet je, dat kan ook nog. Lastig met zuurdesembrood. Daar ben ik wel een fan van. En dan eet ik gewoon 3 van die boterhammen. Of lastig met... Ik ben gek op hamburgers. Maar ja, waar doe je dat dan op? Ja, doe ik het toch op een bolletje. Dan denk ik van, ja. Weet je wat daar een goede tip voor is? Wat ik zelf al geprobeerd heb. Je kan van die portobello's kan je halen. Ja. Het zijn broodjes. Okay. Als je die bakt en je legt daar een hamburger op. Ja, dat is best lekker. Okay. Dat is super smakelijk zelfs. Oké. Okay. Ja. Grappig. Ja, kun je tussen 2 van die dingen... Dat heb ik dan nog niet geprobeerd, maar het zou kunnen. Mm. Leuk tip. Yes. I need to go, man. Ja. Willen jullie nog even verder? Of ga ik... We gaan nog even foto's maken. En waar kunnen mensen jou vinden als ze meer willen weten? Er staat al heel veel gratis over het boek te lezen op de website bij het boek. En dat is weetwatjeeethetboek.nl. Dus dan hoef je het boek nog niet eens te kopen. Dan kan je heel aan het eind komen. Dan kan je ook recensies lezen. Ook van professionals. Aanbevelingen, et cetera. Weet wat je eet, hetboek.nl. Oké, okay, perfect. Ik heb in ieder geval een boel dingen uitgehaald. En ik weet 1 ding zeker. Ik ga zo dadelijk eerst eens een potje collageen ergens online bestellen. Ja. En dat gewoon eens uitproberen. Binnenkort te koop bij Nutrafit. Zeker. Goed bezig. Oké, Daan. Bedankt voor je tijd en je aanwezigheid. En tot de volgende keer. Dankjewel. Ciao.